enthousiast over. Waar vervolgens Lorraine overigens weer een prachtig kerstverhaal kan horen heeft. En tenslotte een optreden aan de piano van Dirk-Jan Warnaar. Ook geen onbekend voor velen van u. Ik wens u erg veel plezier en we spreken elkaar later. Dank u wel. Thank you.
Toen kwam er een sneeuwwit lam aanlopen. Het blaatte zo bang. Jacob pakte het lam op en legde het in Simons armen. 'S Nachts mocht het lam slapen onder zijn jas. Zo werden ze allebei warm en gerust. Toen werd het tijd om de kudde bij elkaar te drijven. Jij en je lammetje moeten maar wat gaan uitrusten. Hij was moe. Het lam ging lekker knus tegen hem aanliggen. Simon stond op. Nu hoorde hij ook weer het mooie zingen. Hij keek om zich heen. Toen zag hij opeens een licht in een stal. Hij liep erop af. Hij durfde niet goed, maar ging toch naar binnen. Toen zag hij het kind. Het lag op stro, dicht bij zijn sneeuwwitte lam. Simon knielde neer. Aan de hemel straalden de sterren. Helder en helderder. Zijn laatste licht was voor het pasgeboren kind. Hij voelde zich kalm en wonderlijk licht. Hij kon vol vertrouwen terug naar de herfst.